En Alessandro Safina lanceert zijn nieuwe cd. Voor Addy van de Krommenakker is een droom uitgekomen. Hij kan eindelijk zijn eigen collectie presenteren. De in Italië vervaardigde private label collectie. En dat doet hij in het Queen Hotel in Waalwijk. De entree lijkt al wel een catwalk. Een select en prominent gezelschap is uitgenodigd om getuige te zijn van het debuut van Addy. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om deze catwalk. Een hele fijne show en straks ga ik lekker met u mee feesten. Ik ga achter de coulissen, ik ga weer verder werken en ik wens u allemaal een hele fijne avond. Hoge verwachtingen in de zaal en grote spanning achter de coulissen, waar tot op het laatste moment hard gewerkt wordt. Addy is behoorlijk zenuwachtig. Dit is zijn moment. Die niet, nee. Okay. Dat moet helemaal zonder. Alleen pareloorbellen. Ja? Deze parelsnoer. Addy zit al ruim 30 jaar in het vak en heeft als stylist vele sterren gekleed. Maar al die tijd droomde hij al van een eigen label. Het is een hele bijzondere avond vanavond, want hier heb ik heel lang naartoe geleefd. Het is de presentatie van mijn eerste private label collectie. Dat is een collectie die ik onder eigen handtekening breng. En ik geef vanavond een hele grote dinershow. In de sfeer zoals ik het graag zou willen hebben. Een beetje met het idee van de 50er jaren. En de novembermaand vond ik daar ook zo geschikt voor. In 2002 lanceerde Addy al zijn eerste ontwerpen. Maar nu is er dus zijn private label collectie. Dag- en avondkleding van stoffen als zijden chantoon, mikado-zijde, taftzijde en stretch-drapzijde. De stylist is modeontwerper geworden. Ja, ik vind het gewoon heel erg moeilijk om het allemaal te benoemen. Want ik vind een naam om dit te bedenken is gewoon heel erg moeilijk. Ik voel me inkoper, ik voel me stylist. Ik maak ook dingen, ik ontwerp dingen. Ik wil mezelf zeker geen couturier noemen. Maar mijn vak is gewoon dat is één geheel. Het beheerst zoveel facetten natuurlijk. De collectie van vanavond is de inspiratie die ik hiervoor uithaalde, was voornamelijk het gevoel van de 50er jaren. Het idee zoals mensen vroeger naar de grote soirées gingen, naar de grote bals, zoals mensen zich kleden, zoals mensen naar een première gingen. Dat gevoel, mensen echt prachtiger uitzagen, heel erg mooi waren, maar toch elegant. Ik bedoel, nooit over de top, maar de echt wauw. De show is een groot succes en Addy van der Krommenakker schaart zich bij de grote modeontwerpers van Nederland. Nou, ik heb me heel tevreden en content gevoeld. Het is heerlijk. Dit voelt zo goed. Tijdens de show dacht ik al, het klopt. Het zit op schema. Er werd op de als ik gedacht had. De mensen zijn super enthousiast. De hele sfeer, zoals ik het in gedachten had, is ook helemaal uitgekomen. En dat vind ik, ja, dat geeft echt een heerlijk gevoel. Want je maakt je toch altijd even zorgen natuurlijk. En Addy is niet de enige die een goed gevoel aan de show heeft overgehouden. Ja, ik was echt ontroerd. Ik heb nog nooit een show meegemaakt waar werkelijk alles wat voorbij kwam iets was wat mij aansprak. Waarvan je dacht, ja, daar zie ik mezelf in lopen, dat vind ik mooi. Ja, iedere keer dan denk ik, als je die jurken voorbij ziet komen, de ene, oh, de andere. Echt beeldschoon, Ja, ik vond met name de private collection, dus zijn eigen merk, zijn eigen label. Dat vond ik echt helemaal geweldig, want er zijn overal maar één stuks van. En zo'n goede pasvorm en prachtige stoffen en die afwerking. Maar dat vond ik echt helemaal te gek, ja. Ja, ik heb gewoon het gevoel dat ik dit gewoon één keer per jaar moet doen en dan toch iedere keer dezelfde maand. Dat we dit gewoon twee keer per jaar wordt voor mij gewoon echt te veel. Omdat ik ook nog eens met mijn inkoop zit en mijn andere collecties. Dus ik voel er wel voor om dit als jaarlijks evenement terug te laten komen. U hoort het tot
2004. En wilt u meer weten over Private Label? Bel dan 0900 9597 voor een abonnement op Trendy's Magazine. Voor 29,50 ontvangt u 6...